De provincie Antwerpen is rijk aan historische gebouwen, te midden van groen en water. Enkele hebben hun oorspronkelijke bestemming behouden. Andere werden als musea ingericht. De sereniteit van oude kloosters en abdijen is er te vinden naast de statige schoonheid van kastelen. In de dichtstbevolkte provincie van ons land concentreert de bevolking zich rond en in de grote centra. Dit betekent dat er ook nog ruimte overblijft. Ruimte om van de natuur te kunnen genieten. Ruimte om zich te ontspannen. Uitgestrekte parken bieden de oudjes de gelegenheid tot rustig mijmeren. Kinderen kunnen er zich uitleven. En wie even aan de door de weekse spanning wil ontsnappen, vindt hier als ongestoorde wandelaar verkwikkende verademing. In de provincie Antwerpen is nog plaats om gelukkig te leven, om kinderen te laten joelen en stoeien. Om tot rust te komen. Economische groei en milieubeleid vinden er een evenwicht met een minimum aan compromissen. Rust en eeuwige bezinning voor de mens. Rust en eeuwige bezinning voor de natuur. Volmaakt evenwicht. In dit statige gebouw klopt het hart van de provincie. Een geraffineerde eenvoud, gepaard aan de majestueuze vormgeving, maken van dit nieuwe complex een geheel de provincie Antwerpen waardig. Hier worden uiteindelijke beslissingen door de gouverneur en de leden van de bestendige deputatie genomen die de welvaart en het welzijn van de bevolking bepalen. Factoren die inherent zijn aan de groei en bloei van onze moderne samenleving.